Dames en heren, vandaag staan wij aan de vooravond. Aan de vooravond van een nieuw tijdperk bij de senioren van de gemeente Stijn en in het bijzonder KBO-afdeling Groot Stijn. Namelijk de aftrap van het project Compaan. Een project waar onze afdeling als enige KBO-afdeling binnen de provincie Limburg actief gaat worden. Maar hopelijk volgen meerdere afdelingen. Een project welk op termijn gaat uitgerold worden over onze hele gemeente Stijn. Naar wij hopen tenminste. We hebben een videootje is er gemaakt door de KBO. Een van de hoofdrolspelers zit hier aan tafel, is het nieuwe bestuurslid Wilma. In de hoofdrol en we laten Wilma en haar moeder even aan het woord. Hi, ik ben Wilma Konings en ik zit hier samen met mijn moeder en we gaan wat vertellen over de Compaan, hoe die bevalt. In maart afgelopen jaar besloten mijn man en ik de Compaan voor mijn moeder te kopen, omdat telefoneren steeds lastiger gaat vanwege haar slechte gehoor. En toen de lockdown erbij kwam, toen was dat toch wel een probleem, zeker omdat mijn broers verspreid over het land zitten en dus ook kleinkinderen en achterkleinkinderen. En dat ze die, wat ze al niet zo vaak zag, dan helemaal niks meer mee zou krijgen van hoe zij zich ontwikkelde. Ik ben me gaan oriënteren wat er op dat gebied te koop was en kwam bij de Compaan uit. Nou, mijn moeder hield nooit van nieuwe apparatuur, daar is ze haar hele leven heel bang voor geweest. En omdat de Compaan op proef besteld kon worden, hebben we toch de gok gewaagd. Nou, mam zal zich eerst even zelf voorstellen. Ja, ik ben Greet Duiverman, Smees. Ja, van Doorke voor de mensen van Stijn. Nou, in maart kwamen wij dus met die Compaan aan. Wat dacht u? Nou, ik denk, oh, komen ze me nu mee aanzetten? Ik denk, dat is weer wat. Dan moet ik, daar had ik het niet op. Maar ik wilde nu voor zijn geld van de wereld kwijt zijn. En waarvoor, wat doet u met de Compaan? Waarvoor gebruikt u hem? De spelletjes en kiezen en rekenen en van alles. Ja. Verder komen er allemaal meldingen op van wie jarig is. Bijvoorbeeld dat ze een dag, op die dag ook ziet wie jarig is en hoe oud hij wordt. Want dat, wie jarig was, dat zat er nog wel in. Maar wie de leeftijden, dat was wel een beetje moeilijk aan het worden. En nou, we kijken er wel eens filmpjes op over Stijn, wel eens muziek. Miskerken. Ja, de mis. Dat is er ook. Ja, de mis ook bijvoorbeeld. En wat wij nooit gedacht hadden, wij dachten als mam een foto kan krijgen en ze weet hoe ze die moet openen, of een filmpje, voor meer zal ze hem wel niet gebruiken. Maar ze heeft mij bijvoorbeeld gisteravond een vrij lange mail gestuurd, zelfs dat. Dat gebruikt ze en dat hadden we niet verwacht. En dat is het fijne van de Compaan, dat hij heel duidelijk is, heel overzichtelijk is. En dat we dan merken dat iemand, want noem uw leeftijd maar, hoe oud bent u? Ik ben 93. Toch nog makkelijk zo'n apparaat kan bedienen en er allerlei mogelijkheden uithaalt. Ja, ik raad dat iedereen aan. Eigenlijk. Nou, ja. Ja. Nou, dan besluiten we het hiermee. En bedankt voor het luisteren. En moeder. Dankjewel, ontzettend leuk, ontzettend leuk. En moeder van 93 raadt het u allemaal aan. Dus nou ja, ik bedoel, wie ben ik dan nog om te zeggen dat u dat niet moet doen? Maar het gaat dus wel met moeder, hè? Ja, het gaat heel goed. 93. We hadden dat nooit gedacht. Ik ga de twee vrienden even naar voren halen die voor een warme ondersteuning gaan zorgen. Ik ben Guillaume Ebers en dit is Timo Nelissen en wij zijn de oprichters van Stichting Jongeren voor Ouderen. We hebben onze stichting in maart 2021, dus heel recent, opgericht met het doel, met twee doelen eigenlijk. Het eerste doel is ouderen helpen die moeite, of senioren helpen die moeite hebben met het gebruik van mobiele telefoons, tablets, telefoons, etc. Dus eigenlijk mensen helpen die moeite hebben met de snelle modernisering van de maatschappij. Daarvoor hebben we ook zelf wat activiteiten, waar Timo zo meteen meer over vertelt. Maar dat is ook de reden dat we dus meehelpen met het project van de Compaan. En daar vrijwilligers voor beschikbaar stellen, wat we uiteraard heel leuk vinden. En een van onze andere doelen is de eenzaamheid onder ouderen verminderen. En daarvoor hebben we zelf ook activiteiten die we nog aan het ontwikkelen zijn. Maar
Dat zijn dus onze doelen en nou, we hopen dat we die nu en in de toekomst kunnen bereiken. Nou, zoals Guillaume net al zei, mijn naam is Tim Nelissen. Een van onze activiteiten die we aanbieden is de open inloop. Deze vindt plaats in Elslo, in het buurtcentrum van Elslo, naast het Maasland Centrum. Deze open inloop vindt plaats van 10 tot 12, dus in het buurtcentrum van Elslo. En daarin kunnen senioren langskomen met alle vragen over tablets, computers, telefoons. En dan ook dus binnenkort met Compaan, met vragen erover. Elke zaterdag. Van 10 tot 12. We bieden ook thuishulp aan. Voor de mensen die wat slechter te been zijn, kunnen we dus ook langskomen. Jullie kunnen ons contacteren via de website die we daarboven hebben staan. www.stichtingjvo.com. Of jullie kunnen straks achteraf heel even naar ons toe komen. En dan regelen we heel even iets. Dan kunnen we misschien een telefoonnummer uitwisselen. En dan kunnen we zo ook iets regelen. Wethouder Huub Jansen Biemig. Verzeen die in Meerode. En we hebben hier een presentatie meegemaakt van het project Compaan van KBO Grootsteijn. Wat heeft de gemeente daar voor een bemoeienis met gehad? Ja, we hebben in elk geval een aanvraag gekregen voor subsidie voor dit project. En we vinden wel dat ook ja, onze senioren Stijn in de techniek en de technologie van deze tijd mee moeten kunnen. Dus we hebben die subsidieaanvraag gehonoreerd. En dat doen we uiteraard om ervoor te zorgen dat onze oudere inwoners, onze senioren, zeggen, kunnen blijven meedoen in onze samenleving. En dat is met dit project denk ik wel weer een bijdrage zeg maar, aan die ontsluiting of die inclusie zeg maar, van de mensen. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk mooi dat door een bijdrage van de gemeente zo'n project mogelijk wordt gemaakt. Ja. Waar onze senioren allemaal belang bij hebben. Zeker, en als je dan ziet dat jongeren verouderen, de nieuwe stichting zeg maar, daar ook nog een keer bovenop springt, om het zo maar te zeggen, om daar hun bijstand aan te verlenen, om met name de jongeren in te zetten, om de ouderen bij die iPad, dat gebruik van die iPad te gaan begeleiden, ja, is helemaal top. Ja, dat is helemaal plus. Ja, geweldig. Fijn, bedankt en ook voor de gemeente veel succes natuurlijk met dit project. Graag gedaan, dankjewel. Dankjewel.